Hier ben ik dan, eindelijk. Ik heb voorgoed afscheid genomen van Montmartre. In de plaats van een kerkhof heb ik nu het Bois de Boulogne als buur. Maar eigenlijk kan ik mezelf geen echte Parijzenaar noemen. Integendeel. Mijn vader was een bekroond dichter in België. Ik bracht mijn jeugd door in het goede oude Antwerpen. Ik was voorbestemd om jurist te worden. Ik denk dat mijn vrienden en kennissen hevig geschrokken zijn toen ik aankondigde dat ik kunstenaar wou worden. Maar kom toch verder. Zal ik mijn rondleiding starten? Dit is misschien wel de meest fantastische ruimte van mijn huis. Midden in deze achthoekige kamer ziet u een heel uitzonderlijke kandelaar. Vanuit de decoratie van de zitbank ontspringen witte en rode bloemknoppen. Het ontwerp is geïnspireerd op het bekende candelabrum in de kathedraal van Milaan. Alleen heb ik elke bloem voorzien van een gloeilamp. Ja, ja, ik heb inderdaad gebruik gemaakt van de wonderbaarlijke kracht van elektrische verlichting. Prachtig toch? Elke dag komt er wel een nieuwe uitvinding bij. Ook mijn eetkamer is elektrisch verlicht. Komt u maar mee. U ziet hier een beeld dat naar levend model gegoten is. Het stelt Eva voor met de appel in haar linkerhand. Ze leunt op een boomstronk waar rond de slang kronkelt die haar slechte raad influistert. Boven de eettafel hangt een imposante luchter in de vorm van een klok die verbonden is met een globe en verankerd in een zon. Ook de luchter is van gloeilampen voorzien en versierd met wolken, engelen en cupido's met blauwe, paarse en witte vleugels. Helemaal in harmonie met het kleurenpalet in deze ruimte. Ik was 17 toen ik me inschreef in de Academie van Antwerpen. Ik wou destijds historisch schilder worden. Vlamingen zijn zeer vaderlandslievend, weet u. Ik probeerde mijn vaders poëzie om te zetten op canvas. Ik studeerde veel en won zelfs een gouden medaille met een van mijn schilderijen. Mijn hemel, wat heb ik toen hard gewerkt. Mijn atelier is erg ruim en sober in vergelijking met de rest van het huis. Het grote raam is een kopie van een raam in de eetzaal van een Bretons klooster. De wanden heb ik laten bekleden met groen fluweel. Op een dag schilderde ik, puur voor mijn plezier, een tafereeltje. La Sirène, zo noemde ik het. Een zeeman helpt een mooi meisje terwijl ze in een boot stapt. Toen ik het toonde op het salon in Brussel, trok het veel aandacht. Te veel aandacht. Kunstenaars en critici verdrongen zich voor het schilderij en beweerden luidroepend dat ik over een foto had geschilderd. Ik nam onmiddellijk de uitdaging aan en bood hen aan om de verflaag van het sierlijke hoofdje van de dame weg te halen. Als er een bewijs van fotografie naar boven zou komen, zou ik natuurlijk geruïneerd zijn op alle gebied. In het andere geval moesten mijn tegenstanders 1000 pond schenken aan een goed doel dat ik gekozen had. Niemand ging de uitdaging aan. Maar op een ochtend bleek dat iemand alsnog de verf van het gelaat had weggekrast. Daarom laat ik mijn schilderijen altijd in lijsten achter glas. Maar goed, laat ons verder gaan naar de galerij. Hier hangen een aantal van mijn miniatuurschilderijen die me de bijnaam Le Maisonnier des Dames hebben bezorgd. Elk schilderij kreeg een eigen lamp. Zo word je niet afgeleid tijdens het kijken. Zowel hier als in mijn atelier heb ik mijn fantasie moeten inperken. Ach, maar wacht tot je mijn slaapkamer hebt gezien. Mijn slaapkamer is een reproductie van een kamer in het paleis van Angkor Wat in Frans-Indochina. Weet u wel? Het grote bed bestaat uit 4 reuzengrote uitgesneden bladeren. Kopieën uit een hindoe-tempel. Een goudkleurige bloem verlicht de kamer. De wanden zijn bekleed met appelgroen fluweel. Met daarop geborduurde bloemen en smaragdgroene kristallen. Ja, ik heb veel meegemaakt de laatste tijd. Dat gedoe met La Sirène, een pijnlijke ervaring. Maar toch heeft dit verhaal ook een positieve kant. Ik heb mijn echte vrienden leren kennen. Heel wat collega's waren verbolgen over de manier waarop ik behandeld werd. En over de manier waarop het geval van Beers in de pers werd uitgesmeerd.
Ja, er is ook nog een Moorse kamer met een glazen vloer, maar die is nog niet af. Dus ik kan ze u onmogelijk tonen. Maar kom daar later nog maar eens voor terug.